Hey, welkom bij Bewegen met Bart. Vandaag uitzonderlijk geen video waarin we een training doen, waarin we de spieren versterken. Wel een video waarin we een aantal relaxatieoefeningen gaan doen. Tot rust komen is ook heel belangrijk. We hebben vaak een druk bestaan, veel dingen die we vaak tegelijk doen. Dus af en toe is tot rust komen is ook iets wat echt belangrijk is en wat ook trainbaar is. Het is dus iets dat je regelmatig moet herhalen en dan zal je merken dat je er na verloop van tijd ook beter in wordt. Als je liever toch eerst een training doet, klik dan even op de video die je hierboven in het hoekje vindt. We gaan met onze relaxatie voor vandaag meteen starten. Hier gaan we. Als je nog niet echt vertrouwd bent met relaxatieoefeningen en dit voor jou nieuw is, dan is het misschien even wennen, maar probeer het eens uit en je zal merken dat je nadien je rustiger voelt en dat je misschien je zorgen waarmee je vandaag of gisteren in je hoofd zat een stukje even hebt kunnen loslaten. Je mag rustig plaatsnemen op een stoel, ja, en dan mag je zorgen dat je comfortabel zit. Je handen die mag je rustig op je schoot laten rusten. Goed tegen de leuning zitten met je rug, zodat je de leuning tegen je rug voelt drukken. En dan mag je even rustig gaan inademen. En rustig uitademen. Dat gaan we 5 keer doen. En dan mag je rustig aan je ogen sluiten. En je blijft rustig in- en uitademen. Terwijl je ademt, probeer je te focussen op die ademhaling en je voelt je lucht die je inademt stromen door je neus naar binnen en je probeert te focussen op hoe dat je de lucht ook in je longen voelt gaan. Probeer je bij elke ademhaling bewust van te zijn. En ondertussen, terwijl we rustig verder ademen, gaan we proberen om onze focus, onze aandacht even op een bepaald deel van ons lichaam te brengen. En je mag starten met je focus naar je hoofd te brengen. Dus voel je hoofd en voel misschien dat je hoofd zwaar voelt of licht voelt. En dan mag je je focus naar je oren brengen. Je blijft rustig inademen. En dan breng je de focus naar je ogen. Die nog steeds gesloten zijn. En nog steeds bij elke ademhaling focus je op de lucht die naar binnen stroomt en terug naar buiten komt via de mond. En dan gaat onze focus naar onze neus. En van daaruit rustig naar onze mond. En dan zakken we zo verder naar onze hals en onze nek, die dat hoofd ondersteunen. En dan gaan we zo verder naar onze schouders. Breng je de aandacht naar je armen en dan verder naar beneden naar je onderarmen die rusten op je schoot en je voelt heel bewust het gewicht van je armen op je schoot
verder je focus brengen naar je handen. Die liggen op je benen. En dan gaan we de aandacht brengen naar onze borst. Je borst waar je de lucht in voelt komen bij elke ademhaling. En dan zak je zo verder naar je buik. En dan gaan we onze aandacht brengen naar onze benen. Die bovenbenen die het gewicht voelen van de handen die erop liggen. En dan ga je naar de onderbenen. En tenslotte kom je bij je voeten. En je voelt je voeten rusten op de grond. Nog even rustig in- en uitademen. Nog 4 keer. Nog 3. Als je klaar bent, mag je rustig je ogen openen. En dan hebben we een rustig moment gehad voor onszelf. Even tot rust komen is echt belangrijk. In combinatie met regelmatig spieren trainen en met regelmatig stretchen is relaxatie ook een van de belangrijke dingen om gezond en gelukkig ouder te worden. Dus misschien vind je dit nog moeilijk, dat kan zeker zijn. Het vergt ook wel wat training om hier beter in te worden. Maar probeer het regelmatig eens te herhalen, eventueel dagelijks. Het duurt slechts een paar minuutjes en je zal merken na verloop van tijd dat je echt wel tot rust komt en dat je makkelijker je zorgen en de moeilijke dingen in je leven kan loslaten. Ik zie je heel graag morgen terug voor een nieuwe training. Als je nog niet geabonneerd bent, klik dan op de link hieronder op abonneren. Dat is helemaal gratis, maar dan krijg je wel elke dag een melding dat er een nieuwe training is. Geef ook een like als je het een nuttige video vond. Als je nog een andere training wilt doen vandaag, klik dan even op de training die hier staat of op een van de trainingen hier. En dan zie ik je heel graag morgen terug voor een nieuwe training.